naam is Frank Keizer. Ik ben van dakdekkersbedrijf Kevodak. Wij hebben de dakstandaard ontwikkeld. De dakstandaard is een oplossing voor mensen die op het dak werken. En die baanvormige dakbanen aanbrengen met een gasbrander. De brander die moet je op een veilige manier ergens kunnen neerzetten of plaatsen. Als je het werk op een of andere manier staakt. En het gevaar dreigt erin als je die dus op een dak gaat neerleggen, heb je kans op brand. Er wordt nog wel eens een brander op de rand van het dak geplaatst. Waar dus beschadigingen kan oplopen aan boeienborden. Of het misschien wel druppelen van bitumen wat er nog aan die branders vastkleeft. Dus daarvoor is het belangrijk dat je dus veilig het product kan opbergen. Als je het werk tijdelijk onderbreekt, dan kan een slang waar de brander aan gekoppeld zit, die kan zijn oorspronkelijke vorm weer terugnemen, waardoor het dus terugrolt. En dus de brander, die loeiheet is, die zou een brand kunnen veroorzaken doordat je de gasslang doorbrandt. De gasfles slaat op slot, alleen het gas wat nog in de slang zit, ja, dat moet eruit. Ja, en de vlam erbij, ja, dat wordt één grote vuurzee, waardoor dus mensen gewoon verbranden op dak. En dat is natuurlijk een groot gevaar wat je natuurlijk niet wil. Ja, we zijn eigenlijk een aantal jaren geleden zijn we op het idee gekomen. Een werknemer die speelde in een band en die zag continu de zanger, zeg maar, een microfoon terugbrengen in die standaard. En hij kwam eigenlijk op het idee van nou, dat moet ik eigenlijk op het dak ook gaan proberen. Nu hebben we deze standaard ontwikkeld en we denken echt dat dit juist standaard moet zijn. Het werk van dakdekkers is lichamelijk erg zwaar. Ze werken veel in een gebogen houding. Ze moeten veel bukken en veel hurken. Dat kan tot allerlei klachten leiden. Bijvoorbeeld tot rugklachten of knieklachten. De FNV staat voor veilig en gezond werken. We juichen het dan ook enorm toe als werkende producten ontwikkelen die het werk gezonder en veiliger maken. De dakstandaard is echt een voorbeeld van zo'n product. Ik zou zeggen, stem op de dakstandaard. Het lost 2 arbeidsrisico's op, bukken en brandgevaar. Dus stem.